je in Nederland echt goed eten, dan moet je naar Zwolle. Want daar runnen Johnny en Therese Boer al jaren drie sterrenrestaurant De Libreien. De sterrenchef, die in 1965 werd geboren in Giethoorn, startte op 24-jarige leeftijd als chef-kok in het Zwolse restaurant. In 1993 nam Johnny op 27-jarige leeftijd De Libreien over, samen met zijn vrouw Therese, die gastvrouw en sommelier in het restaurant is. Het grote succes liet niet lang op zich wachten en in datzelfde jaar kregen ze hun eerste Michelinster. Inmiddels zijn het er drie. Johnny en Therese zijn inmiddels uitgegroeid tot echte ondernemers. En goede ondernemers zitten niet stil, want stilstand is achteruitgang. Daarom blijven ze voortdurend vernieuwen, grenzen verleggen en vooral plannen maken. Naast het restaurant in Zwolle hebben ze inmiddels een eigen wijnmerk, een hotel, een cateringbedrijf, een kook- en wijnschool en een webwinkel. Allemaal onder de vlag van De Libreien. En allemaal ondernemingen die moeten worden gerund in de spaarzame vrije tijd dat Johnny en Therese niet in het restaurant te vinden zijn. Hard werken dus. Een reële vraag is dan ook, hoe combineren Johnny en Therese zakelijk en privé? En waar moet je op letten wanneer je samen met je partner in zaken gaat?